Ja, vandaag hele mooie wedstrijd op het programma. Laatste dagwedstrijd, Griekspoor tegen Hurkacz. Ja, dat wordt een spektakel, verwacht ik. De big serving Hurkacz tegen Griekspoor, de allrounder die zo goed heeft gespeeld. Of goed gevochten heeft in de eerste ronde. Ik denk Talon, als hij ietsje beter speelt dan maandag, maar wel de veld vechtlus heeft en het hulp van het publiek, dat hij die wedstrijd gaat winnen. En dan in de avond hebben we oud-winnaar Gael Monfils tegen Yannick Sinner. Eerste ronde won hij van Botik van de Zandschulp. Staat erg goed te spelen, won de Australische Open. Ja, in deze vorm is Sinner voor mijn gevoel bijna niet te verslaan. Maar toch gaaf om te zien tegen oude Rod Monfils, die twee keer op rij heeft gewonnen in 19 en 20. Dus Sinner moet goed spelen. Maar ook hier verwacht ik dat Sinner toch uiteindelijk gaat winnen. Maar we gaan wel een spectaculaire wedstrijd zien.